Hallo schone PC-fans, ik wil het hierbij hebben over problemen met de beeldweergave die kunnen ontstaan na de installatie van de Fall Creators Update. En deze problemen ontstaan omdat er een foute driver voor de grafische kaart wordt geïnstalleerd. En de problemen die je dan mee te maken krijgt zijn bijvoorbeeld zwarte balken aan de zijkant van het scherm of een opgerekt scherm in de breedte of in de hoogte. En mogelijk zijn er nog wat andere problemen, maar dit is wat ik zo'n beetje van lezers te horen krijg. En deze problemen zijn eenvoudig op te lossen, gelukkig, door de oude driver te herstellen. En dit terugrollen van de driver doe je via apparaatbeheer. Klik hiervoor met rechts op start, apparaatbeheer, ga naar het onderdeel beeldschermadapters. En klik vervolgens met rechts op de hier vermelde grafische kaart. In dit geval gaat het om een Nvidia kaart, maar naar ik heb begrepen doen de problemen zich voornamelijk voor of uitsluitend bij ATI kaarten. Selecteer achterin volgens de optie eigenschappen, tabblad stuurprogramma, knop vorig stuurprogramma en rond de wizard af. En hierbij wordt gevraagd om de reden van het herstellen van de vorige driver en daar kan je een eigen inzicht invullen. Het herstellen kan even duren, waarbij het scherm ook even op zwart gaat, maar daarna moet het probleem automatisch zijn opgelost, waarbij de resolutie correct wordt ingesteld.